Hey, hallo. Hoi. Ik ben Van Ruurlo vandaag, plaatselijke website. Goedendag. En ik film ook zoals je ziet. Ik wil even aan jullie vragen wat jullie hier doen. Met school zijn we hier op excursie. Wat zeg je? We zijn met horeca managementklas op excursie. Welke school is dat? Graafschap College. Graafschap uit Doetinchem, hè? Ja. Ja. En waarom die excursie? Ja, omdat het met horeca te maken heeft. Dus jouw vak is horeca? Horeca management. Ja. Horeca management. Allemaal in dezelfde klas. Ja. Hij ook, daar. Allemaal managers. Allemaal. Hij ja. En jij? Hij is geen manager. Ik doe het allemaal hetzelfde. Hoe is jouw naam? Lois. En wat wil je laten worden? Ja, ondernemer van een hotel. Een heel hotel? Jazeker. Dat is niet gering. Ja. Mag ik even vragen, wat zou je laten willen doen dan? Geen idee. Ik ga volgend jaar naar Amerika toe. Je gaat naar Amerika? Ja. Er zijn nog genoeg Amerikanen daar. Dus, ja. Nee, maar wat ga je doen in Amerika dan? De middelbare school. De middelbare? Die hebben we hier ook? Ja, ik ga gewoon aanschoenen. Ja, gewoon. Waarom niet? Ja, spreek je ook, leer je ook meteen Amerikaanse spreken? Nee, toch? Engels, ja. Nee, maar vertel, waarom Amerika? Je kunt er hier naar school? Of ja. Wonen je ouders in Amerika? Of... Nee, waarom niet? Oh, nou, prima. Moet kunnen. Ik heb er niks bij zijn dan. Nee. Geef niet, joh. Ik zelf ook niet. Hey, en jij? Waarvoor studeer jij? Ik studeer ook hetzelfde. Met het ondernemerschap. En hoe zie jij de toekomst voor jezelf? Nou, mijn droom, die ik echt wel na wil nemen, is om later naar Spanje te gaan. Amerika, Spanje? Ja. Jij blijft wel in Nederland, nee, hè? Nee, zeker niet. Waar ga jij dan? Ik ga ook naar Spanje. Oké, de vraag aan hem. Waarom Spanje? Ja, dat land trekt mij gewoon. Daar is het warmer. De belasting is ook leuker. Ja, maar in de euro liggen ze niet zo goed. In de eurozone. Nee, dat is bij elk land niet. Ja, is bij elk land. Maar, en, siesta. Nee, maar ik vind Spanje trekt mij gewoon. Ik vind die taal leuk. Het warm land is ook mooi meegenomen. Maar om hier een onderneming te starten met de doelgroep jongeren, dus trek Spanje mij veel meer. Okay. Leuker. Kan je één zin in het Spaans zeggen waarom je naar Spanje gaat? Nee. Zie? Dat kan ik niet. Nee, je moet nog Spaans leren. Ja. Si hable español. Ik leer Spaans of zoiets. Dat kan maar een klein beetje. Maar je hebt een keuze gemaakt in ieder geval. Ja. Jij blijft toch wel in Nederland, hè, alsjeblieft? Ik ga voor dat huis voor een halfjaartje in de winter naar het buitenland. Waar ga je naartoe? Winter even overleven. Ga je ook naar Spanje? Nee, ik ga niet naar Spanje. Ik heb niks te zoeken. Waar ga je dan? Ik zou het niet weten. Naar België. Ik denk... België? Duitsland. Sint Maarten. Duitsland? Friesland? Nee? Ik denk Sint Maarten. Sint Maarten? Ja, gewoon lekker Nederlands blijven spreken, toch? Je weet toch wel waar dat ligt, hè, Sint Maarten? Dan moet je heel eind reizen. Ja, toch? Zijn dat nou de beneden- of de bovenwindse eilanden, Sint Maarten? Ja, ik ga je meteen over horen. Ja, dan heb ik gelijk alweer één gehad. Jij zegt boven, ja. Bovenwinds, hè? Ja. Ja, dus het is daar heel winderig. Maar wat ga je daar dan doen in Sint Maarten? Behalve vakantie vieren dan? Ja, dan niet veel. Niet veel? Niet veel. Oké. Nou, dat is heel wat in ieder geval. Nee, daar niet. Nou, ik durf het bijna niet meer aan jou te vragen. Blijf jij in Nederland? Nee, ik wou uiteindelijk naar Zuid-Amerika. Zuid-Amerika? Ja. En wat zoek je in Zuid-Amerika? Of ga je zoeken? Nou, sowieso voor de zon natuurlijk. Ja? Dat is beter dan Nederland. Een mooi hotel. Strand. Ik ga een jaartje naar Amerika. Iets wat origineel, traditioneel een beetje. Dan wil je daar ervaring op doen in zo'n mooi hotel of restaurant. Ja. Ik blijf hier echt niet. Maar Amerika, ja, er is overal zon, behalve in Nederland natuurlijk. Maar heb je daar al connecties dan? Dat je... op het moment, niet echt. Ja, mijn vriendin woont in Curaçao, dus dat is... Dat is een sprongetje. Ja. Dan kun je langs hem gaan, want hij gaat naar Sint Maarten. Ja, klopt. Ja. Sint Maarten is in de buurt, ja. Nou. Hey, bedankt. Ja. Waar krijgen we dit te zien? Jullie lopen niet weg? Niet je uit. Loopt niet weg? Nee, tuurlijk, want je bent nu figurant. Je wordt wereldberoemd. Maar kijk eens aan. Het is goed voor... Ja? Ik ben vanavond veel maar op ik, Facebook. Waar kunnen we net terugkijken? Blijven jullie nog even hier staan? Jazeker. Ja, dan eventjes. Ik loop, gaan we weg. Ja, nee, ik loop even naar binnen. Dan maak ik het even af. Ja? Ja. Okay. Ja, niet weglopen naar het buitenland. Hoi. Ik dacht even dat u, sorry hoor, Pierre Wind was. Lijkt er veel op, hè? Ja, dat zeggen ze vaak zeker. Toch? Nee. Ja.
Nee, maar zeker als u in de koksuitrusting staat, dan ja. Koksuitrusting? Oh, wacht even, wacht even. Ik ga even in de schelven. Heel goed. Vertel. Boer en slager. Boer? Ik heb op de boerderij en slagerij. Oh, ja. En waar heeft u die? Hier tussen Borculo en Neden. Tussen Borculo en Neden, de Schelver. De Schelver. En wat is uw specialiteit? Ambachtelijk? Of? Ambachtelijke rauwe producten. Ja. Gedroogde, gefermenteerde producten. Gefermenteerde producten? Ja. Wat is gefermenteerd voor onze kom kijken kijkers? Dadelijk even naar binnen. Dan loop ik dadelijk even naar binnen. Moet je absoluut doen. Oké, dan ronden we dit dadelijk even af. Maar ik wil toch even weten, van heeft u dan nog specialiteiten in dat, behalve dat gefermenteerd is, rauwe ham? Van minimaal een jaar oud. Minimaal een jaar oud. Ja. Oh, dat is geen rauwe ham, dat is oude ham. Ik heb er nu ook één van 4 jaar bij. Eén van 4 jaar? Nou, daar wil ik er wel een stukje van proeven dan. Ja. Een stukje, hè? Oké. Okay. Eén stukje, ja. Klein stukje. Ja, ja, ja. Ik ben hollebolle Gijs niet. Oké. Okay. Ik kom zo even bij u terug. Ja? Mag ik vragen, ik ben van Ruurlen Vandaag, plaatselijke website. Ja. U bent assistent? Ja. Maar ik kan niet, ik heb mijn bril niet mee, maar, Willy Aschert. En waar bent u assistent van? De assistent van het gebeuren vandaag. En we proberen de gasten een prettig binnenkomen te geven. Ja. Door ze in ieder geval even te begroeten. En een klein beetje wegwijs te maken. Ja. En dan laten we ze lekker eens rondneuzen en rondkijken. En als ze vragen hebben, mogen ze komen. Ja. Maar u kunt ook vertellen wat de bedoeling van deze dag is, hè? Want dit is al de zesde keer. Zesde keer. Oké, okay, nou, de bedoeling. De bedoeling is om het product horeca, de gastheer, gastvrouw, de koks, is wat meer onder de aandacht van de mensen te geven. En wat voor prachtige talenten we hier in de Achterhoek eigenlijk hebben rondlopen. We zien het allemaal op de landelijke televisie met allemaal uit het westen. Maar hier in de Achterhoek hebben we ze net zo goed. Ja. Dan proberen we ze op deze manier naar buiten heen te dragen. Ja, hey, dat is heel aardig. Maar naar wie doet u die presentatie toe? Naar ondernemers? Of? Nou, het is vooral bedoeld voor jonge mensen het vak te laten zien. Wat is het? Maar ook de mensen die hier komen, mensen uit Ruurlo en de omgeving, te laten zien van wat voor mooie mensen en mooie producten ze kunnen maken. Ja. En daar gaat het gewoon om. Ja. Nee, je hoeft niet altijd ver weg. Waarom ver weghalen als het kort bij is? En de producten die hier zijn, echt persoonlijke vraag. Wat vond u nou het lekkerste of vindt u het lekkerste van een Achterhoekse product? Ik hoorde net over rauwe ham. Ja, die is heel erg lekker. Heel erg goed. Ja, maar uw voorkeur? Nou ja, goed, dat is onder andere heel erg lekker, heel erg goed. Maar wat is voorkeur? Ja, voorkeur is moeilijk, maar elk product heeft zijn specialiteiten. En... ja, dat is algemeen, maar u heeft toch een voorkeur? Nou, ik mag erg graag gaan voor een stukje ham, inderdaad. Dat is een ding wat goed is. Ik ben een echte vleeseter wat dat betreft. Ja, ja. Dus daar gaat mijn voorkeur naar uit. Oké, okay, nou bedankt. Graag veel succes vandaag.